Dag dames en heren. De afgelopen dagen was het wisselvallig met dagelijks wel een paar buien of wat regen. Maar dit weekend gaan we een heel ander weerbeeld krijgen met droog weer, rustig weer, heel weinig wind. En vooral in de zuidelijke helft van het land toch geregeld ruimte voor de zon. Dat zien we ook op de animatie. De laatste regen trekt naar het zuiden weg en vervolgens bouwt zich een groot hoge drukgebied al boven onze omgeving. En dat hoge drukgebied blijft tenminste tot zondag boven onze regio liggen. Dat betekent rustig weer, heel weinig wind, maar geleidelijk om dat hoge drukgebied heen wel wat meer bewolking. En dat zal vooral in de loop van zaterdag en het eerste deel van zondag zijn. Nou zien we hier richting maandag nieuwe storingen naderen vanuit het westen. Nou, daar gaan we in de nieuwe week mee te maken krijgen, maar dit weekend dus nog niet. Zaterdag verloopt op de meeste plaatsen dus droog. Geregeld schijnt de zon, met name in het zuiden en zuidwesten van het land. Elders is er toch meer bewolking en die bewolking wordt in de loop van de dag langzaam wel wat dikker. Maar neerslag valt daar dus niet of nauwelijks uit. En daarbij is het aan de frisse kant met een graad of 12. Wel staat er maar heel weinig wind. Op zondag ook rustig weer, weinig wind en duidelijk meer ruimte voor de zon, vooral in de middag. En dan wordt het ook wat warmer, met zo'n 14 tot mogelijk lokaal 16 graden in het binnenland. En dus een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Nou, die zuidenwind gaat de dagen daarna wel langzaam toenemen. En dat betekent dat er veel warmere lucht onze kant op komt. Dat zien we ook aan de temperaturen. Maandag zo'n 16 graden. Maar op dinsdag en woensdag worden de hoogste temperaturen verwacht. Met misschien in het zuiden zelfs wel een lokale 20 graden. Maar het weerbeeld wordt daarbij wel behoorlijk wisselvallig met veel buien. Vooral op dinsdag kan een hele natte dag worden. Met ook nog eens een stevige wind. En gaan we dan nog wat verder kijken, dan zien we dat die hoge temperaturen voor de tijd van het jaar niet heel lang stand houden. Hier die piek en daarna daalt de temperatuur toch weer vrij snel naar waarde rond de graad of 13 in de middag. Maar dat is wel vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Ik wens u een goed weekend.